Oké, goedenavond beste Blik op Nationaal kijkers. We zijn weer bij het Spaarnissie gasthuis, moet ik zeggen, waar we eind mei ook waren. In Hoofddorp gaat het verhaal dat het zo druk is hier dat de hotels geconfiskeerd moeten worden. Het valt best mee met de drukte. Wil jij het vragen of zal ik het vragen? Goedenavond. Wij wilden wat vragen of jullie het heel erg druk hebben op het ogenblik. Maar je bent nu aan het filmen? Ja, ik ben aan het filmen, ja. Nee, dat heb ik liever niet. Oh, oké. Okay. Waarom niet? Nee, dat is gewoon de voorschriften. Oh, oké. Okay. Gefilmd dan... zonder aankondiging. Oh, oké. Okay. Doe ik hem even zo. Ja. Ja. Prima. Heeft het druk? Is het druk op het ogenblik? Want? Nou, omdat we in de media het een en ander lezen dat er hotels gebruikt moeten gaan worden. Dus het maakt ons een klein beetje zorgen. Oké, nou ja, het is door de corona is het natuurlijk een drukke periode. Ja. Ja, ja. Help met coronapatiënten. Nou ja, goed, als u verder informatie wil, moet u contact opnemen met de communicatie. Prima. Ja. Maar ligt er hier ook coronapatiënten? In Haarlem. Hier in Hoofddorp? Nul? Nee. Oh, oké. En wat vindt u er zelf van dat ze praten over hotels? Ik ga hier niet over in verder. Dan moet u echt met de communicatie. Oké. Okay. Ik ga hier niet verder op in. Prima. Ja? Nou, bedankt zover. Oké. Nou. En de afspraak is hier verder uitgezet. Ja, gaan we doen. Oké. Nou. Mensen, dit is het korte verslag vanuit Hoofddorp. Het lijkt me duidelijk verder. Hier geen enkele coronapatiënt.